Take it easy. De digibordmethode Engels voor groep 5 tot en met 8. Volledig via het digibord met een full-color werkboek voor de leerlingen. Voor het toetsen in groep 7 en 8 is er een taalportfolio. En Take it easy heeft 2 digiteachers. Regis en Lenny. Hi, I'm Lenny. I'm English, so usually I speak English. But for you, I'll speak Dutch. Welkom bij Take it easy. Take it easy is een methode Engels voor het basisonderwijs. Maar niet zomaar een methode. Take it easy is een echte digibordmethode. Het digibord staat dus centraal. Daarnaast werken de leerlingen alleen in hun werkboek. Easy, isn't it? Nu kan ik u natuurlijk gaan vertellen hoe leuk Take it easy is, maar ik kan het beter laten zien. Over to you, Regis. Hello and welcome. I'm Regis, your digital teacher. I will teach you a lot of things this year. We'll talk about dinosaurs, airplanes, GPS systems, and shopping. Thank you, Regis. That's all for now. Een digitale methode heeft natuurlijk digitale leerkrachten, digiteachers. Take it easy heeft 2 digiteachers. Regis voor groep 6 en 8 en Lenny voor groep 5 en 7. Regis en ik zijn native speakers. We leiden elke les in en praten de verschillende lesonderdelen aan elkaar. Helemaal in het Engels. Dat geeft niks als de leerlingen niet alles verstaan wat wij zeggen. De grote lijn kunnen ze wel volgen en daar gaat het om. Take it easy. You're going to learn how to order a meal in a restaurant and how to read a menu. You're also going to learn what to say to the waiter when he comes to serve you. And you'll learn what kind of questions the waiter will ask you. My favorite question is, would you like dessert? My answer is always the same. Yes, I'd love to have dessert. Dessert is the... Take it easy draait om de digiteachers. Maar dat betekent niet dat wij uw rol overnemen. Didactisch kunnen we dat wel, maar uw pedagogische kwaliteiten kunnen wij nooit vervangen. Wilt u liever de hele les zelf geven? Dan kan dat ook. U kunt ons namelijk altijd uitzetten. Happy birthday, mom. U krijgt dan meteen het volgende lesonderdeel te zien. This is beautiful. Maar hoe ziet een Take It Easy les er in de praktijk nu eigenlijk uit? Op het openingsscherm kiest u een groep. Kies vervolgens een les. U kunt de openingsanimatie overslaan door hier te tikken. Happy birthday, mom. Dat is beter. Kijk, de les start normaal meteen met de digiteacher, maar die hebben we nu uitgezet natuurlijk. Hello, welcome to unit 2. Sorry about the sandwich, but just had to have some food. I was starving. I didn't have time for breakfast this morning because I forgot to set my alarm clock. Silly me. This is good. Anyway, let's get started on the first exercise. Your teacher's going to find out which words for food and drinks you already know. It may surprise you just how many words you can already understand. Listen to your teacher and enjoy your meal. I mean, enjoy your lesson. U hoorde net dat ik een activiteit aankondigde. Dat gebeurt in elke lesintroductie. Die activiteit doet u zelf met de leerlingen. De activiteit staat in de handleiding omschreven en er wordt vaak in het werkboek verwerkt. Op het scherm kunt u het werkboek trouwens oproepen. Handig om de kinderen te laten zien waar de vraag precies staat, maar ook om de vraag na te kijken. Alle antwoorden worden door een native speaker uitgesproken. Dat is prettig voor uw dyslectische leerlingen. Het volgende onderdeel is een filmpje over Mick en Maren. Daar laat ik u nu alleen de slotscène van zien. Maar voordat de leerlingen een filmpje gaan bekijken, stel ik altijd een kijkvraag. And there's a surprise at the end of the meal. What kind of surprise? Watch and listen closely. Now, let's make dessert.
This will be a nice surprise. What is the surprise? Na afloop van de film stel ik de vraag nog een keer. U hebt vervolgens tijd om het antwoord met de leerlingen te bespreken. Is het antwoord goed? We gaan kijken. The surprise is that the cake is exploding. U weet al dat deze knop een menu verbergt. Hiermee haalt u op elk willekeurig moment de woordjes van de les tevoorschijn. A cup of tea. Er zijn ook spelletjes met de woorden van de les. De leerlingen kunnen ze zelf op de computer doen, maar u kunt ze ook met de klas spelen op het digibord. Soup. Waiter. U hebt al gezien dat in Take It Easy taal op allerlei manieren wordt aangeboden. En daar komt nog een manier bij. Muziek. I proudly present the Take It Easy clips. I feel good in summer when the sun's shining bright and everyone's smiling. I feel good in summer. It's 7 o'clock, the alarm goes off. I mumble just 5 minutes more. Today it is rainy. There are so many clouds in the sky. My friend Emily, she's waiting for me at the corner of London Street. Can you tell me the way? Do you like animals? Yes, I do. Yes, I do. I like pigs. And I like cows. This evening there's a party at school, and Moona doesn't know what to wear. Her clothes are spread all over the room. In front of the mirror she's doing her hair. For breakfast I eat strawberries and I drink orange juice. I eat some toast with lots of jam before I go to school. My uncle lives in a tree house in the highest tree in the world. The stairway has 2,000 steps and his pet is a talking old squirrel. When I grow up, I'm going to be totally different from boring old me. I'll be a policeman, I'll keep people safe. I'll catch all the thieves and be very brave. When there's a robbery, I'll be around. I'll fight all the criminals in town. Ook over het liedje stel ik eerst een luistervraag. Na afloop herhaal ik de vraag en vervolgens geef ik het antwoord. In les 2 komt het liedje terug. Dan laat u de leerlingen het liedje ook meezingen. De tekst verschijnt op het scherm. Would you like some spinach soup? No, thank you. I don't like spinach soup. I'd rather eat my shoe. Nou, ik hoop dat uw leerlingen beter zingen. Maar in groep 7 en 8 is het volgende lesonderdeel een leestekst. Die wordt voorgelezen door een native speaker. De tekst staat ook in het werkboek. Tasty takeaway Australian style hamburger. Hamburger, $3.80 or $5.80 with chips and a drink. Als de leestekst is voorgelezen, hebt u verschillende mogelijkheden. Replay en continue spreken voor zich. Kiest u voor practice, dan verschijnt de tekst
opnieuw, maar nu met mondjes voor de zinnen. Tasty takeaway Australian style hamburger. Is handig om te oefenen. Voor alle groepen is het volgende lesonderdeel een spreekoefening. Eerst luisteren de leerlingen naar een korte dialoog. En ook na deze dialoog kunt u weer kiezen voor replay, practice of continue. Met practice kunt u zin voor zin oefenen. What would you like to drink? I would like a cup of tea, please. Would you like anything to eat? I'd like a veggie burger, please. Ik wil u nog even iets heel handigs laten zien. De tekenpagina. Aan het begin van een unit kunt u hier bijvoorbeeld een woordveld maken. Zo wordt de voorkennis van de kinderen geprikkeld en weet u wat de beginsituatie is. Als u de pagina afsluit, slaat het programma uw aantekeningen automatisch op. Aan het einde van een unit kunt u dus hetzelfde woordveld weer gebruiken en uitbreiden met wat de kinderen geleerd hebben. We zijn aangekomen bij het eind van les 1. Ik kondig de laatste activiteit aan die u vervolgens met de kinderen uitvoert. In deze les doen leerlingen alsof ze elkaar in het Engels iets te eten of te drinken aanbieden. Imagine this. You're going to have dinner on a train, which is just about to start moving. Your teacher will explain the menu to you. Find yourself a seat on the train, listen to your teacher and repeat the menu. Have a good trip. Bye. Ik hoop dat ik u net zo enthousiast voor Take It Easy heb gemaakt als ik zelf ben. Natuurlijk valt er nog veel meer te vertellen over de methode. Wilt u meer weten of zelf een paar lessen uitproberen? Ga dan naar www.takeiteasy.nu. Daar kunt u lezen hoe een les Take It Easy er in een combinatiegroep uitziet en wat het taalportfolio precies inhoudt. U vindt er bijvoorbeeld ook informatie over de toetsing en over de leerlingenwebsite. Wilt u nog meer zien van Take It Easy? Bekijk dan nu de bonus tracks. Veel plezier gewenst en ik hoop tot ziens. Bye bye! Take it easy.